thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen RKC Waalwijk werd 19 keer eerder gespeeld in de Eredivisie. 11 eerdere edities werden winnend afgesloten. Ook in het seizoen 2006-2007, de laatste keer dat beide ploegen elkaar in Utrecht troffen, werden er 3 punten gepakt. In de Galgenwaard werd het maar liefst 5-0. Koptef buitenom. Voorzet is prima. Tweede paal van de Geur raakt hem niet vol. En de kopbal die overgaat van de man die er in de vorige wedstrijd nog 2 inprikte. Tom Kalibé. De goal en geen treffer. Kaluwe, zijn tweede kans. Deze was iets gemakkelijker. Texera is aangeslagen. Geraakt in het kopduel met Dikko. Nee, loopt tegen de arm van Fortuné op, zo lijkt het. Het heeft er alle schijn van dat Texera niet terug kan komen. En Fortuné kan wellicht profiteren. Profiteert ook. FC Utrecht staat op 1-0. Op het moment dat de organisatie weg is bij RKC achterin. Omdat Texera kennelijk te aangeslagen is om terug te komen. Profiteert FC Utrecht de diepe bal richting de snelle Fortuné. Die blijft oog in oog met Van Dijk. Heel kalm en zet Utrecht op voorsprong. Fortuné net niet. Bakens zit ertussen. Opgepikt door Koptev. En met rechts kan hij door dus ook. En Utrecht lijkt binnen een kwartier op rozen te zitten. Bakens glijdt langs. Maar deed dat met gestrekt been. En dus is dit een vrije trap in het voordeel van FC Utrecht. Koptev. Heeft dus veel gevoel in die linker. Draait hem nu ook fijn naar de eerste paal. En Fortuné bij de tweede paal. Kreeg die bal net even achter zich. Fortuné, dit kan ook. En die bal, die ongetwijfeld als voorzet was bedoeld, viel nog bijna binnen. Koptev. Van Dijk zit mis. Zomers legt terug. Cornelissen, het is 3-0. Tegen zijn voormalig werkgever zet hij Utrecht op 3-0. En het dreigt een rampzalige middag te worden voor de bezoekers uit Waalwijk. Buitenspel dreigt, het is het niet. Fortuné is er door. Van der Gun vraagt, Fortuné zoekt hier Koptev, 4-0. Een rampzalige eerste helft voor RKC. En 5-0. Het is echt verschrikkelijk wat er hier gebeurt met de ploeg uit Waalwijk. Elke kans lijkt een doelpunt te zijn. Koptev nu weer, maar met een assist. En het doelpunt, ook de tweede van de wedstrijd voor Cornelissen. Dit is prima, Kaluwe van de Gun. Kan hem net niet lekker meenemen. En dus moet hij een man uitspelen. Doet dat ook. En krult hem dan toch wel vrij ver naast.